What a beauty! Wat een fantastische goal! Het is gebeurd! Oh, het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Prachtige aanval, prachtige voorzet. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club, de podcast over de UEFA Champions League. Want bij Pix Plus Sports hebben we natuurlijk alle wedstrijden. Die zenden we allemaal uit, van de play-offs tot en met de finale. En elke week, elke speeldag, blikken we ook al even vooruit, audiogewijs. Vandaag ga ik dat doen met Wim de Koning en Frankie van der Elst. Dag mannen. Dag Nicolas. Het wordt weer een drukke week voor ons allemaal. Frankie, jij hebt misschien wel het meest pittige programma van ons drie hier aan tafel. Jij gaat donderdag moe zijn. Ja, inderdaad. Ik ben ook de jongste. Jij gaat moe zijn donderdag. Vertel. Ja, dat weet ik. Ik ga ben jij jonger dan Nicola? Ik nog. Ben, ja. Net. Nee, ik mag naar Barcelona tegen Benfica. En dan mag ik doorreizen naar Manchester voor City tegen PSG. Ja, ga je met de auto of met de trein naar de luchthaven, Frankie? Ik ga met de trein. Hè, ja, geen risico's nemen hè, met die politievakbonden. Nee, nee, anders moet je zoals Tom Barman lopen naar je vlucht. Ja, en mijn meesman ook. Hè, ook al, ja, inderdaad. Ook, ja, ik heb iets gemist, blijkbaar. Ja, ja, je hebt niet echt iets gemist. Wim, wat is jouw programma? Ik doe eerst Chelsea tegen Juve. Ik heb ook de heenmatch gedaan. En dan woensdag is het de multilive. Ja, met de focus op Club Brugge. Dat gaan we zo meteen allemaal bespreken. Mannen, speeldag 5, daar gaan we het over hebben. Een quizvraag hier ter introductie. Jullie zullen het antwoord wel weten, denk ik. Welke vier ploegen zijn al geplaatst voor de achtste finale? Ajax. Ajax is geplaatst. Bayern, denk ik. Bayern ook, ja. Wim, je gaat naar... Chelsea. En Juve. En Juve, oké. Okay. Chelsea, maar Chelsea is nog niet geplaatst. Ik maak jezelf een fout. Ah, dacht ik. Het is Liverpool die geplaatst zijn. Wat is het feit dat zij gemeenschappelijk hebben, die vier ploegen? Die geplaatst zijn? Ja. Het is simpel, hoor. Niet simpel? Is dat het is simpel, ja. Alle vier... Nog het maximum van de punten, 12 op 12. En Chelsea zal er ook wel bij komen natuurlijk. Goed, dat zijn heel wat wedstrijden om naar uit te kijken deze speeldag. We gaan ze eens overlopen met dus morgen 23 november Villarreal tegen Man United. Het is een beetje jammer dat de vroege aftrap is, of net niet, want dan kunt u die wedstrijd specifiek gaan bekijken. Dan hebben we ook Dynamo Kiev tegen Bayern München als vroege kick-off. Chelsea tegen Juventus, dus Barcelona, Benfica, Lille, Salzburg, Young Boys, Atalanta, Malmö, Zenit en Sevilla tegen Wolves. En dan woensdag, ja, vooral dus de wedstrijd van Club Brugge, maar ook al Inter tegen Shakhtar en Besiktas Ajax als vroege aftrap. City tegen PSG in de poelen van Blauw-Zwart, maar ook Atletico, Milan en Liverpool tegen Porto. En tot slot Sheriff tegen Real Madrid en Sporting tegen Dortmund. 16 wedstrijden. We verwachten weer heel wat spektakel en doelpunten. We gaan er een paar uitlichten zometeen, maar we beginnen, we bijten de spits af met de wedstrijd van onze Belgische landskampioen. Blauw-zwart. Ja, club tegen Leipzig woensdag in Jan Breydel, thuismatch voor de mannen van Philippe Clément. Frankie, Wim, Club Brugge heeft vriend en vijand verbaasd op de eerste twee speeldagen met 4 punten op 6. Niemand had dat verwacht. Maar dat lijkt toch alweer een eeuwigheid geleden, ook door de malaise in de competitie. Frankie, je was er vrijdag bij. Ja. Hoe zou je de nederlaag van club op KV Mechelen in 3 trefwoorden durven vatten? Verdient de nederlaag. Te weinig gebracht. Oké, het zijn wel meer woorden, maar te weinig gebracht. En te herpakken, hè. Zeker in de competitie. Oké, Champions League, dat is inderdaad een apart hoofdstuk. Maar natuurlijk, woensdag, dat zal zeer moeilijk zijn om onder de intensiteit van Leipzig, om daarin mee te gaan, om daar van onderuit te voetballen. In de heenmatch is dat gelukt. Hebben ze het wel kunnen doen. Hebben ze gewonnen in Duitsland, gedaan. Niet vergeten. Zaten ze in een betere periode dan ze nu zitten, heb ik ook wel de indruk. Hè. Ja. Want ja, als je... Club, vorige seizoen een 2-0 voor tegen Standaard. Ja, gingen die dat altijd afmaken. Ook voor weer in Mechelen en dan toch nog verliezen. Nee, het is niet... In de competitie is het niet het club dat wij kennen. Hè. In de Champions League kunnen we wel stellen, oké, buiten het feit dat ze vooral in die thuismatch tegen City... klein beetje overspeeld zijn. Ja. Ook omdat ze dachten van we gaan het doen zoals we het in Leipzig gedaan hebben. We gaan een beetje spelen zoals City, maar dat ging niet natuurlijk.
Wat is het gevaar tegen Leipzig nu? Hè? Dat je denkt van, oké, Ginder is het gelukt. Ginder zijn we gaan winnen. Maar moet zeggen, de prestatie Leipzig. Ginder van club is de beste prestatie in jaren. Ja, het beste van Club Brugge gezien heb. Het beste Club Brugge hebben we zeker ook in de Champions League gezien, die eerste twee wedstrijden. Maar in de competitie al te vaak gelijk gespeeld. En nu ook voor de tweede keer dit seizoen na AA Gent verloren. We gaan eens luisteren naar de reactie van Philippe Clément afgelopen vrijdag. We hebben ook geen goede partij gespeeld vandaag. En we zijn niet voetballend verloren, maar vooral in de strijd verloren. Te veel duels die we gewoon niet winnen. En dan kun je wedstrijden winnen. Ik vond wel na de rust, 15, 20 minuten, dat we terug wel beter voetbal speelden. Die eerste helft niet. Je maakt dan dat doelpunt. Maar na die gelijkmaker zijn we terug weggezakt. En met het enthousiaste publiek eraan achter kreeg Mechel nog meer energie, nog meer strijd, nog meer duels dat ze wonnen. En als je zoveel duels verliest in een wedstrijd, dan kun je geen wedstrijden winnen. Ja, ik zoek naar een verklaring waarom het niet lukte om die duels te winnen, Filip. Want ja, iedereen weet denk ik met dit publiek dat het hier lastig voetballen is. Ik zag jou tijdens de eerste helft ook al actief coachen, aanwijzingen geven aan bepaalde spelers die dan vervangen zijn, zoals Mouassa. De pressing was er niet, hè? Niet kort genoeg, niet fel genoeg. Nee, niet fel genoeg en we wisten wat we hier vandaag te verwachten hadden. Dus dat is een heel serieus werkpunt voor de volgende weken en maanden, want dat is de basis van het voetbal. Ja, het was een interview dat ik vrijdag afnam met Clément voor de collega's van Eleven Sports. Mannen, terug naar de basis, zegt Clément. En ik snap hem wel, de duelkracht, de grinta, ook de supporters op sociale media, die waren genadeloos. Hè? De instelling is niet meer wat ze ervan verwachten. Nee, maar goed, als je vorig jaar de play-offs waren al een heel stuk minder. Hè? Ja. Dus hun beste periode was eigenlijk vorig jaar. Het jaar. Rond nieuwjaar. Hè? Dan hebben ze 30 op 30 gehaald, de kloof geslagen met de concurrentie. En ze hadden net genoeg punten over om uiteindelijk nog kampioen te worden. Ja, en heeft donderdag op de persconferentie toch al even gezegd van oké, we moeten dringend meer punten halen. Net op het moment dat je dat aanhaalt in de Belgische competitie. En dan verlies je met een minder goede prestatie, met een slechte prestatie zelfs in Mechelen. Ja, dan is dat niet hoopgevend natuurlijk voor wat er nu nog volgt. Heeft Philippe Clément nog voldoende woorden en variatie om die spelers te raken? Want ik moet eerlijk toegeven, ik zat vrijdag naast de dugout van Club Brugge. Ik heb daar enorm veel ergernis gezien bij Vormer, die bij de rust vervangen werd. Dat was al een verrassing. Maar ook bij Balanta, die gaf daar een dreun op de dugout. Ik schrok me een ongeluk. Bij Noah Lang. Ik heb het gevoel, dat het niet goed zit in de groep. Zo'n Vormer die nu al... ben ik nog basisspeler? Ben ik geen basisspeler meer? In Champions League niet. Champions League niet, want dan is het hoogstwaarschijnlijk toch Rits Balanta. Ja, natuurlijk loopt die ongelukkig. Ja, Lang sowieso bij elke vervanging. Terechte vervanging trouwens, want hij was waardeloos. Nergens. Ja, dat is ook al een hele tijd, want zijn laatste goal, begin september, tegen KV Oostende, Lang. Ja, dan denk ik, in de plaats van je een beetje op te jagen bij je vervanging. Ja, boos te zijn op jezelf, achteraf wel zeggen dat ze dan zijn. Maar goed, derde jaar en moeilijk, blijvend als coach een ploeg raken is heel erg moeilijk. Vooral omdat er eigenlijk, het is nog dezelfde basis. Ja, wat ik wou net zeggen, de groep is dus wel... Dus je hebt al alles eens gezegd. Hè? De groep is wel een beetje veranderd en vernieuwd, maar die nieuwelingen brengen het ook niet. Nee, klopt. Goed. Nee, want de vervangingen buiten Vormer was ik ook wel verrast, moet ik eerlijk toegeven. Dat heb ik ook aangegeven in de commentaar. Maar ja, Mouassa, Nsoki, sorry, terechte vervanging. Hè. Ja. Vooral Nsoki is, sorry dat ik het nog eens moet zeggen, maar dat vind ik gewoon te weinig, ook qua concentratie. Gelukkig is Mouassa nog twee keer goed bijgesprongen bij zijn stommiteit, of het had nog erger geweest. Wat je wel hebt natuurlijk, dat je zo'n jongens zoals Mechelen, die basisspeler waren, die international waren, zijn... Hè? Ja, als je die dan naast de ploeg gaat zetten, Vormer naast de ploeg moet zetten, dan ga je recruteren op basis van wat je ziet en wat je denkt wat je beste ploeg is. Maar als het dan niet lukt natuurlijk, gaat dat tegen je werken, gaat er in een groep altijd commotie zijn. Ja. Hè? Wat moet Club Brugge, waarop mogen ze hopen? Want één punt is genoeg voor de derde plek. Als ze winnen,
dan zit er misschien zelfs nog meer in. Hè? Want City PSG, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar ja, daar hangt ook nog wat van. Ja, laat ons hopen van wel. Hè, dat ze die 3 punten thuis kunnen pakken tegen Leipzig. Wat niet simpel zal zijn. Hè, want Leipzig wel niet goed bezig in Duitsland. Ze hebben verloren dit weekend. Verloren 2-0 ja. tegen Hoffenheim. Maar de keren dat wij Leipzig buiten tegen club... zagen in de Champions League, konden ze ons wel overtuigen. En hadden ze meer punten kunnen pakken, hadden ze in PSG altijd moeten winnen eigenlijk zelfs. Hè, de manier waarop ze daar voetbal... Oké, ze blijven dat risico voetbal spelen, ook met Jesse March, die wat ter discussie staat nu. En hij blijft ook met dezelfde... Oké, hij is daar ook gezet, omdat hij dezelfde filosofie als Nagelsmann heeft. Ja. Maar het slaat niet meer aan... bij die ploeg. Ja, een beetje te veel moeten zoeken. Hè. Ja. En uitgevrongen, denk ik, ook ergens wel, ook wel. Hè. Want je kan wel blijven vragen om die druk te zetten. Maar als je dat 3 of 4 jaar na elkaar moet doen, dan heb je het op een gegeven moment wel genoeg. Het zijn twee ploegen die een beetje met een twijfels naar die wedstrijd toeleven. Want ze hebben in de Bundesliga dus verloren. Ze staan daar pas 7e. Club Brugge dus ook niet aan de beste periode bezig. In elk geval, we duimen dat club minstens 1 puntje sprokkelt. En als het kan, liefst 3. Maar we gaan ook kijken en praten over wat er in de andere wedstrijd in de groep op het spel staat. Affiche van de week. Ja, dat mogen we toch wel zeggen, denk ik. Hè? Affiche van de week, Man City tegen Paris Saint-Germain. Frankie, daar ga je dus ook heen. Ja. City heeft voorlopig 9 op 12. PSG heeft 8 punten. En City heeft ook iets recht te zetten. Dan kijk ik eerst naar jou, Wim, want jij hebt de heenmatch gedaan. Ja. PSG won, maar... was niet verdiend. City was beter. Het was ook nog altijd de Kevin De Bruyne die maar stilletjes aan kwam kijken. Goed, PSG heeft zich volledig ingesteld op City. Is in eigen 16 gekropen. Heeft Messi daar op die rechterkant als een soort veredelde rechtsbuiten ook gebruikt. Op de hoek van de 16. Mm-hmm. Hè, waardoor ze echt wel alleen maar op de omschakeling hebben... gegokt en dat is vrij vroeg gelukt omdat ze op voorsprong kwamen, maar voor de rest was City baas en was het een ondermaats PSG tegen een goed City, dat moeten we zeggen, maar City wel niet gescoord en Donnarumma een goede match gepakt en dan uiteindelijk nog wel de beslissende goal van Messi, zijn eerste in de Champions League, heeft nu ook de eerste in de competitie gemaakt. Mooi goal. Maar een geflatteerde uitslag. Hè. Dus je kan er van op aan dat ze het op dezelfde manier gaan proberen. En City, dat neemt altijd het balbezit voor zich. Hè, En City is geplaatst. En als ze winnen, zijn ze zelfs sowieso groepswinnaar als ze die wedstrijd tegen PSG winnen. Afgelopen weekend, Frankie, hebben ze het gedaan zonder Kevin De Bruyne, maar dat is niet echt een probleem geweest. Kevin die heeft COVID, dat weten we. Ja, dat was absoluut geen probleem. Hè. Volledige dominantie van City. Mooie goals ook opnieuw. Een paar ook jongens die er niet bij waren. Hè. Maris laten rusten van achter, geen Ruben Diaz. Ja, Foden stond op de linkerkant, de jonge Palmer stond diep in de spits. Dus er waren... middenveld was het wel zo basis. Is eigenlijk, met Gundogan in plaats van Kevin. Dus en die het trouwens vorig jaar met het ontbreken van Kevin De Bruyne toen zeer goed deed. Werd een topschutter. Heel vaak gescoord. Ja, scoorde meer dan Kevin, maar goed, gaf minder assist, maar kwam goed voor het doel. Speelde wel goed, City. Ja. Ik heb heel de wedstrijd gezien. Ik moet zeggen, speelde heel erg goed. Had de eerste helft 80% balbezit. 80%. Kregen kansen en het vloeide wel weer. Ondanks het feit dat Kevin er niet bij was. Ja, goed, is weinig verschil. Zoveel, hè. Ja, inderdaad. Zoveel kwaliteit. En iedereen weet toch wat hij moet doen, hoe er gespeeld wordt. En ze gaan want Sterling op de rechterkant, als rechtsbuiten. Na de wissel van Foden ging hij dan wel naar links en kwam Maris op rechts. Maris die slecht inviel en die blijkbaar aan een mindere periode bezig is, buiten in club bijvoorbeeld, waar hij het wel goed deed. De laatste weken mag hij van Guardiola minder meedoen. En viel niet zo goed in. Dat was zo het enige minpuntje. Maar voor de rest, outstanding. En je hebt het gevoel dat zij ook beter zijn dan PSG. Alleen, ik hoorde ook wel. Ze hebben 3 keer nog niet gescoord, City. Dit seizoen in competitie. En ook in PSG niet. Dus dat is meer dan vorig jaar op 40 wedstrijden. Hè, waar soms ze tegen heel goed georganiseerde groepen hebben ze het lastig. Maar dan nu, die spits, hè, wat dan? De stevige, een soort Kane. Waarom geen bal kan binnenkopen. Ja. Maar
PSG kan wel verdedigen. Ja. Oké, Marquinhos en Kimpembe speelden niet van het weekend. Die gaan nu spelen. Ja, die gaan nu wel spelen. Dus dat hebben ze ook laten zien met Donnarumma. Want Donnarumma zal waarschijnlijk in de goal staan, denk ik. Aan City om te proberen toch die gordel te ontgrendelen. City dat ook maar tegen Everton speelde, Frankie. Ja. Weet jij wat de stewardess op onze vlucht van Liverpool terug naar België zei over Everton? Ah ja, zij was supporter van... Van Everton. Ja, dat weet ik. Wat zei ze over de coach? Dat weet ik nog. Wij zeiden dat we naar Liverpool waren geweest. Ze wist niet dat we journalisten waren en commentatoren en dat we dus geen fans waren van Liverpool. Maar ze zei, Benitez, you can have him back. Dat zal ze nu zeker zeggen. Heel erg opvallend. Ja, maar goed, dat hij bij Liverpool heeft gezeten. Ja, Benitez was in beeld op een gegeven moment. Na een kwartier tegen City werden overspeeld langs alle kanten. En hij zat te schrijven. Hij was de opstelling van City aan het noteren. Precies alsof je dat niet weet, alsof je dat niet ziet. En dan denk je van, je bent tijd aan het verliezen, je moet kijken. Ik kan me voorstellen dat hij hem mocht terug hebben. PSG, mannen, heeft gewonnen van Nantes met 3-1. Het mooiste moment van die wedstrijd was de goal natuurlijk. De eerste competitiegoal van Messi, hè, eindelijk. Ja, een typische Messi-goal, hè, met wat ruimte vanuit het middenveld opstomen. En dan die bal mooi plaatsen, hard genoeg, buiten het bereik van de doelman met links. Dan, zoals hij er 30 in een seizoen doet in Barcelona, maar het is wat moeilijker. Het is wat moeilijker. Nee. We was er heel erg blij mee, dat zag je. Hè, met 10 man. En zijn ploegmaat ook, hè. Mbappé, dat viel op. Mbappé was heel erg... Want hij... Mbappé gaf als het ware de assist. Messi moest nog wel veel doen, maar de assist is op naam van Mbappé gekomen. Het was eigenlijk ook de enige echte goal die ze gemaakt hebben in die wedstrijd. Het was weer niet overtuigend. Het was niet overtuigend. Hè. De eerste goal was een trap van Paredes, waar dan in een reflex Mbappé zijn voetje onderweg tegen zette. Devieerde en binnen. En de tweede die ze maakte was een zeer ongelukkige own goal van een verdediger van Nantes. Kon er absoluut niks aan. Ja, inderdaad. Niks aan de leg, hè. Ja. Maar, zoals je zei, van wat zeg je als Clément nog tegen die groep en kan je ze nog raken? Wat zeg je als Pochettino zijnde als PSG voor de Franse competitie moet spelen en 11 punten voorstaat? Hoe motiveer je die mannen? Het is voor hem ook een groot examen, Wim Pochettino, de Champions League. Hè, zeker, want ze willen alleen graag dat ze Champions League winnen. En misschien komen er op bepaalde momenten, want wij zeggen nu altijd, en terecht als je ze ziet spelen, met die drie wordt het toch moeilijk, maar misschien zeggen die mannen onder elkaar op het moment dat er echt toe doet. Hè, we gaan eens in rechtstreeks uitschakeling. Hey, mannen, nu gaan we het eens... Toch is serieus opnemen, ook het verdedigen. En ik denk dat ze wel graag groepswinnaar worden. Hè? Uh-huh. Daarvoor gaan ik wil net zeggen... In City wel iets moeten laten zien. Hè? Als PSG wint, dan zijn ze geplaatst en dan gaan ze door naar de volgende ronde. Maar in die groep A op dit moment dus, voor alle duidelijkheid, nog niemand zeker van kwalificatie. Dat is in groep A het geval, dat is ook in groep G het geval. En daarin, in die poelen, komt deze man in actie. Belg van de Week. En dan praat ik over Sebastian Bornau van Wolfsburg. Onze landgenoot had wat pech, want wat kleine blessures gehad, moeten afhaken bij de Rode Duivels op die manier. Met amper één training in de benen stond hij zaterdag toch in de basis op het veld van Bielefeld. Het was een beetje uit noodzaak. Er was ook een schorsing nog bij een ploegmaat, Lacroix, de Fransman. En Wolfsburg speelde 2-2 gelijk. En gisteren, zondag in de namiddag, heb ik een videocall mogen doen met Sebastian Bornau. En in eerste instantie hebben we gepraat over... zijn integratie bij Wolfsburg, want het is natuurlijk zijn eerste seizoen daar. Ik vind het een heel toffe groep. Het niveau is natuurlijk wel hoger bij Wolfsburg dan bij Keulen. Je speelt met een ander soort druk natuurlijk om, ik ga niet zeggen de titel, maar toch voor de Europese plaatsen. En bij Keulen is het eerder degradatie. Alhoewel ze dit seizoen toch ook wel goed doen. Het is anders, maar die groep, het is een heel toffe groep, open groep. Veel Fransen, veel Belgen ook. Altijd leuk om in je eigen moedertaal te kunnen spreken. Dus ik vind het tot nu toe heel fijn hier. Ja, dat is inderdaad straf. Vier Belgen, vier landgenoten. Vertel eens, hoe is dat? Ja, alleen maar fijn zou ik zeggen. Ze kunnen allemaal Nederlands en Frans. Dus je kunt nog kiezen in welke taal dat je spreekt. Natuurlijk zoek je elkaar dan wel op. Dus dat is wel fijn. Doen jullie veel samen naast het veld? Goh, wij zien elkaar maar zoveel, zou ik zeggen. Af en toe wel is iets. Als er een verjaardag is of zo, komen we natuurlijk samen. Gaan we eten of zo. Maar
ja, zoals nu, ja, we hebben elkaar vandaag nog gezien, morgen vliegen we dan en zitten we weer heel tijd samen. Dus meer dan genoeg tijd samen, zou ik zeggen. Hoe tevreden ben je voorlopig over je eigen seizoen, Sebastian? Ik denk dat je in exact de helft van de matchen, 6 van de 12 van de aftrap stond. Kan je daarmee leven? Goh, ja, kan je daarmee leven? Ja, ik kan daarmee leven. Maar natuurlijk hoop je op meer, nog meer te spelen. En dat is toch mijn doel, om nog meer te spelen. Ja, ik denk, je zal geen voetballer zijn als je graag op de bank zit. Dus ja, dat is bij iedereen hetzelfde. En gewoon zoveel mogelijk groeien en zoveel mogelijk minuten proberen te maken. Dat is het doel. Wat moet er voor jezelf nog beter dan om die vaste basisplaats te pakken te krijgen, denk je? Goh, heel veel. Heel veel? Ik denk dat ik op veel vlakken nog kan verbeteren. Zowel in de opbouw als verdedigend denken. Ik denk dat er altijd veel verbeterd kan worden. En ik denk dat ik er op een goede plaats zit om dat hier te verbeteren, zou ik zeggen. Ja, ik heb meer dan een kwartier lang met hem kunnen praten. Heel sympathiek, heel open en ook heel eerlijk. Er staat een kop op Sebastian, ja, Bornau. Dat is een intelligente en ambitieuze kerel. Ja, ik heb hem leren kennen bij de U19, hè, samen met Gert. Dat was echt wel de leider van die bende. Veel meer dan Hannes Delcroix, die eigenlijk hoger werd aangeschreven. Dat is een goede vriend van hem, hè? Ja, ja, maar hij was eigenlijk de echte leider daar achterin, hoor. Deed het heel erg goed en heeft het al heel erg goed gedaan in de Bundesliga. Want bij Keulen toch zelfs een paar belangrijke goals gemaakt, ja, op het einde van vorig seizoen. Maar bij Anderlecht waren ze ook niet helemaal overtuigd van zijn kwaliteiten. Nee, makkelijk laten gaan, toch? Ja. Hè? Ze hadden op dat moment ook wel geld nodig, natuurlijk. Ja. Dus het was welkom, die miljoenen voor hem. Veel miljoenen voor gehad. Een stuk of 6-7, dacht ik. Ja. Voor hetgeen dat hij nauwelijks gespeeld. Ja, onder Heijn is hij eigenlijk in de ploeg gekomen. Ja, hij speelde de eerste wedstrijd tegen ons, tegen KVO. Ja, juist. Hij speelde eigenlijk een slechte wedstrijd, moet ik zeggen. Geen goede alleszins. En dan hebben ze als een paar weken... in een viermansdefensie naar de zijkant moet uitwijken, zeker naar links, is hij kwetsbaar. Dat weet hij waarschijnlijk ook wel. Er werd een beetje gebrek aan wendbaarheid, snelheid verweten. Hè. Maar goed, hij houdt zich staande. In Duitsland niet evident, natuurlijk. En hij is ook nog echt met Anderlecht bezig, want ik was met hem aan het praten. Het kon alleen in de namiddag, want ik moest ook nog naar Oostende. Ja. En hij was aan het kijken op dat moment naar Anderlecht tegen Kortrijk. En op een bepaald moment in ons gesprek maakt Kortrijk de 0-1 en zijn gezicht vertrok. Hij is toch nog altijd ontgoocheld. En dat deed me eigenlijk denken aan de volgende vraag, mannen. Is een man als Bornau vol clubliefde met de club Anderlecht in het hart, is dat niet iemand die je dan toch moet proberen een jaar of 4-5 bij die club te houden? Ook al heb je geld nodig? Ja, goed. Ja, maar het is vaak de situatie of de omstandigheid waarin je zelf zit of waarin een club zit die ook wel soms een bepaalde... de richting bepaalt. Hetzelfde voor Sambi Lokonga en Doku. Ja, maar dat is nog een ander profiel. Daarvan weet je dat je die niet kunt houden. Bornau, nee. als je hem hoort Sambi praten Lokonga over Anderlecht, dan is dat nog altijd liefde. Hè? Ja, je hoort dat hij het jammer vindt dat hij ergens vertrokken is. Het is ook wat Wim zegt. Hè. Op dat moment beloofde hij toch niet wat er misschien later of is uitgekomen of gaat nog uitkomen. Dus dat is Anderlecht heeft eieren voor hun geld gekozen. Inderdaad. Ja, en weinig geduld met dit soort spelers. Oké, Delcroix was misschien bij de U19 een groter talent, maar werd toch ook niet verwacht bij Anderlecht om daar zo snel die progressie te maken. Naar Nederland geweest. En daar wel veel matchen kunnen spelen. En maar in de ploeg gekomen bij Anderlecht op het moment dat er miserie was achteraan en dat ze het niet meer goed wisten. Hè. Dus dan mocht hij maar gaan spelen en dan brak hij door. Moest Bornau een jaar of 2 jaar later... gekomen zijn, had hij daar nog geweest. Hè? Want de process, toen was dat nog niet het geval. Toen was er vooral nood aan geld op korte termijn. Goed, uiteraard heb ik met Sebastian ook gepraat over de Champions League campagne van Wolfsburg. Wolfsburg op dit moment derde in de groep met 5 punten. Salzburg heeft er 7, Lille 5 en Sevilla 3. Dat was de context. Ik heb hem gevraagd naar het Champions League verhaal. Ja, het goede is dat we nog alles in eigen handen hebben. En nu hebben we natuurlijk niet zo gemakkelijk op een plaatsing naar Sevilla. Die in mijn ogen eigenlijk toch de favoriet zijn of waren. Op papier toch de beste ploeg, dus dat is zeker geen makkelijke opdracht. Maar het goede is dat we nog alles in eigen handen hebben en daar zijn we denk ik wel best tevreden mee. Het is straf Sevilla dat laatste staat in de poelen op dit moment. 3 keer gelijk gespeeld. Ja, zoals ik zei, voor mij was dat eigenlijk, of is dat de favoriet. En als je toch kijkt op papier en
wat ze de laatste 4-5 jaren in de Europa League en zelfs in de Champions League vorig jaar tegen Dortmund toch nog heel sterk eruit gegaan. Ja, en al die Europa League zegens verbaast me toch een beetje. Dus ik hoop dat ze nu niet ineens in gang schieten en wakker worden. Ja, het is inderdaad een pittige verplaatsing. Denk je dat jullie er iets kunnen rapen? De heenmatch was 1-1, hè, gelijkspel. Ja, die hadden we altijd moeten winnen. Krijgen we voor mijn onterechte penalty in de laatste 3 minuten tegen. Dus ja, er zit wel een beetje een revanchegevoel misschien in. Wat wel goed is, maar ja, makkelijk wordt het zeker niet daar. 4-6 hebben jullie thuis. En de laatste speeldag is het nog een thuiswedstrijd tegen Lille, Rijssel. Dus inderdaad, jullie hebben nog de kans, hè, om door te stoten. Ja, we hebben nog alles in eigen handen. En makkelijk wordt het niet, maar in de Champions League is niks gemakkelijk. Dus ja, maar ja, ik denk wel dat er een kans in zit. En hopelijk grijpen we die. Ja, het goede is dat we nog alles in eigen handen. Het zou mooi zijn, hè, dat Wolfsburg doorgaat, want we hebben ze niet met naam genoemd voorlopig. Maar dus Kasteels, Luque Bacchio, Franks en Bornau. Ja, dat is gewoon tof, hè. Vier Metja, Belgen. Metja. Dat is ook een handbel. Ja, 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 voilà, daar was hij trouwens ook bijzonder lovend over, ja, Bornau. Ja, die hadden ze bij aandacht nog kunnen gebruiken. Ja. Maar hebben ze een kans? Oké, Sevilla, dat is toch een ontgoocheling. Hè. Op dit moment, die hebben effectief 3 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren, 3-12. Ja, dus... en verloren thuis van Lille. Terwijl je verwacht, van daar gaan ze tegen winnen. En dan stonden ze mee bovenaan. Maar spannende groep. De spannendste die er is waarschijnlijk. Ja. En waarbij alle 4 de ploegen denken van, ja, we kunnen het wel redden. En hopelijk doen we het wel, zoals Bornau hier nu zegt. Laatste... speeldag gaat daar heel beslissend zijn. Oké, het zijn niet de 4 topploegen, maar het is wel interessant om ja, zeker met onze 4 landgenoten. Ja, maar dus hopen dat die doorgaan. Hè. En Franks was geblesseerd met de belofte, maar ik heb gezien, hij is ingevallen. Hij is ingevallen, ja, op het einde. Ja, dus is waarschijnlijk fit en mocht de laatste weken heel erg veel meedoen. Hè. En Luque Bacchio is ook ingevallen en die zorgde voor een knappe assist, de 2-1. En het was dan een match die de 2-2. Luque Bacchio, man van de match? Ja, dat heb ik toch zien passeren op Twitter. Ja. En een match, oude bekende, die maakte een fantastische goal ook. 2-2. Goed, andere Belgen die we ook gaan volgen deze week, dat zijn onder andere Carrasco. Carrasco met Atletico tegen Milan. Mannen, ja, die moeten ook een resultaat neerzetten. Hè. In die groep, dat is groep B, heeft Atletico 4 punten. Porto heeft er 5. Milan heeft er 1. Atletico moet eigenlijk winnen. Absoluut, ja. En hij had bijna een fantastische goal gemaakt, hè, dit weekend. Ik weet niet of je de actie gezien hebt van Carrasco. Onwaarschijnlijk. Is goed bezig. Geweldige dribbel. Kon uiteindelijk net niet scoren. Maar inderdaad, nee, die moet absoluut winnen. Maar ze gaan toch beter moeten spelen, Nicola, dan wat wij ze gezien hebben op Liverpool. Dat was eigenlijk toch wel een ontgoocheling van Atletico. Dus ja, ze gaan de wedstrijd in handen moeten nemen. En ik weet niet of dat echt hun grote kwaliteit is om dat te doen. Ze zijn gaan winnen in Milan. Ja. Het is nu thuis tegen Milan. Ook, Milan dat voor het eerst verloren heeft nu in Italië. 3-2 in 4-3 in Fiorentina, moet ik zeggen. En dat maar 1 punt heeft, maar alle wedstrijden meer had verdiend. Ja. En een beetje in eigen voet geschoten ook, door een aantal penalty-overtredingen, rode kaarten. Rare beslissingen van de scheidsrechter. Zeer rare beslissingen. Ja, het is echt wel in een nadeel geweest. Dus laatste kans, hè, moeten die pakken. Dus als die daar gaan winnen, hebben ze ook nog altijd kwalificatie mogelijk. Kan ook nog boeiend worden voor de tweede plaats. Dus Liverpool is al... Met 7 punten kan AC Milan... En Liverpool is een kandidaat Champions League. Ja, ze hebben nu ook Arsenal weggeveegd. Gespeeld tegen Arsenal. Ja, ik zag of in de Multilife zei ik ook van de ploeg waar eigenlijk voor het seizoen niemand nog rekening mee hield om mogelijk te winnen, Liverpool. Dat is misschien wel de beste ploeg van het moment. Denk ik, de meest consistente ploeg van het moment. Ja, maar goed, de evenwicht is weer helemaal terug. Ja. Vorig jaar van Dijk, te veel blessures achterin. En nu met Matip van Dijk is daar terug. Zelfs op de linkerkant, onze Griekse... Tsimikas. Tsimikas, die het heel goed doet.
Nu ook weer een goede wedstrijd. Alexander Arnold die weer helemaal aan de oppervlakte komt. Ja, fantastische voorzet. En voorin weer, hè. Er zit weer snelheid op in de omschakeling. En ze komen van alle kanten. Okay, Firmino mag geblesseerd zijn. Liverpool goed op dreef, mannen. Ja. Maar we kijken ook uit naar de wedstrijd ook waar jij naartoe gaat, Frankie. Barcelona tegen Benfica. Vertongen natuurlijk met Benfica daar. En het is een nieuw verhaal met Xavi aan het roer. Jullie hebben die wedstrijd gevolgd. Was er effectief een nieuw Barcelona te zien? Het was een dominant Barcelona, toch voor een uur. Maar veel kansen werden er opnieuw niet gecreëerd. Kregen een beetje een goede koop strafschop. Alleszins een strafschop waar wel iets over te zeggen viel. Het was wel een mooie aanval, vond ik. Met Busquets weer in één tijd. En Gavi, de jonge Gavi, met een mooie bal. En wat opvallend was, dat op de rechterkant een 17-jarige zijn debuut mocht maken. En ook als invaller heeft hij een nieuwe gebracht. Ismaël en Abde. Waarvan we nog niet hadden gehoord. Twee keer ingevallen. Ik had die wel al. Dus Abde dan. Want de andere was nog niet ingevallen. Maar, goed, moet vernieuwing brengen natuurlijk. Hè. Ja, maar het is ook omdat er heel veel geblesseerden zijn. En het is toch een Busquets. Vroeg zijn vervanging na 65 minuten, greep wat naar de hamstrings. Hopelijk komt dat helemaal goed. Ook Mingueza, niet de beste, ik weet het wel, maar die vroeg ook, was ook geblesseerd op het einde. Oké, daar hebben ze dan Sergi Roberto. Dat is niet echt een kwaliteitsverlies. Maar ze vielen wel enorm terug opnieuw. En dat had ik al eens gezien in de vorige wedstrijd. Want twee ballen op de paal van de spits en Di Matta. Ja, ik wou het net vragen. Miste een enorme kans met de kop. Dus ze zijn uiteindelijk nog wel goed weggekomen al bij al. Dus, Want er wordt enorm veel verwacht van Xavi. Het stadion zat plots weer bijna vol. Het is te zeggen dubbel zoveel als in de vorige competitiewedstrijd in de 70.000. Ja, inderdaad. Maar goed, wat je wel zag, ze drukten nog veel meer een tegenstander terug op, tot op de eigen baklijn. Je zag ook een paar keer, toen als hij in beeld kwam, van echt, mannen, Het is wel interessant om te volgen de komende weken en maanden. Hij zal opgeleid zijn met Guardiola. Hè? Ja. En hij zal een beetje dezelfde filosofie hanteren. Hè? Maar of ze dat kunnen brengen, dat is nog wel iets anders. Ook inderdaad, het is een belangrijke match. Hè? Die jonge gast op de rechterkant, op de zijlijn. Hè? En vandaar de acties maken op binnen altijd natuurlijk, want hij was linksvoetig. Maar dat was zeer opvallend. Op de andere kant, Gavi is niet echt een buitenspeler natuurlijk, die speelde iets meer naar binnen dan kon Alba komen. Als ze winnen, zijn ze geplaatst, dan gaan ze door. En dat kunnen ze misschien maar beter doen met op de laatste speeldag nog een wedstrijd tegen Bayern. Een verplaatsing naar Bayern op het programma. Goed, Barça heeft al een nieuwe coach gevonden. Er is een andere Europese topclub die volle bak moet zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer. Gekadreerd. Ja, want wie wordt de nieuwe coach van Manchester United? Dat is de vraag waar we het vandaag zullen over hebben. Met een paar weken vertraging is het dan toch gebeurd. Solskjaer is de laan uitgestuurd. Eigenlijk maar 2 dagen voor de cruciale match bij Villarreal in de Champions League. En Ole Gunnar Solskjaer werd gisteren nog geïnterviewd door Man United TV. En had een boodschap voor zijn ex-spelers intussen voor die wedstrijd tegen Villarreal. I've said to them this morning as well, you know, trust yourself. You know we're better than this. We've not been able to show it. But go out, chest out, enjoy being a Man United player. Champions League, the biggest stage. If and when you win the game, you're through to the next round. Michael's going to be in charge. Michael's, I've got the utmost respect. I love Michael to bits. Becoming emotional now because he's top. And they'll be fine. I'll watch them and support them. Ja, dat is een emotionele Ole Gunnar Solskjaer. Het is, het is eigenlijk een schitterende kerel hè, die heel erg geliefd is en was. En Michael Carrick gaat het nu overnemen. Solskjaer, daar gaan we het niet meer over hebben wat er is misgelopen. We gaan het wel hebben over het proces, over wie zijn opvolger wordt. En dan is het toch opvallend, mannen. Carrick is nu caretaker. Daarna gaan ze blijkbaar een interim manager aanstellen. En in de zomer van volgend jaar pas een definitieve nieuwe trainer. Pochettino wordt al genoemd. Ja. Wat vinden jullie daar nu van? Ik vind dat een bizar idee. Ja, dat is vreemd. Ja, dat is toch vreemd. Oké, dat Carrick nu overneemt, niet terwijl Zidane vrij is. Maar ze gaan blijkbaar
nog een beetje meer bijleggen, had ik ook gelezen. Ja. Een hoger bod doen om Zidane toch binnen te kunnen krijgen. Ja. Maar inderdaad, als je eerst Carrick en dan nog een tot het einde van het seizoen. Ja, dat is inderdaad... Maar je moet, wel het gevoel hebben, dat het niet slechter kan, Frankie, voor het moment. Ook niet met Carrick. En Solskjaer, ongelooflijk sympathieke mens, dat zie je daar. Nee. Ik was in Manchester tegen Atalanta en ook in Bergamo voor Atalanta-Manchester. Alle supporters in Italië van United, die zongen zijn naam, hè. Hoe is het nu weer, het liedje? Zing het maar, Wim. You are my Solskjaer, my only Solskjaer. You make me happy when times are great. Laten we verder. Ja, heel de stad zong voor de wedstrijd Solskjaer zijn naam. Terwijl met deze resultaten en met die ploeg is het schabouwelijk wat ze brengen. Ook, hè. Maar Gary Neville die heeft gisteren laten optekenen. Ja, Man United heeft geen plan. Want Aston Villa, Wolves, die hebben onlangs ook hun trainer ontslagen. Maar die hebben dan meteen vervangers aangesteld. Hè, met Steven Gerrard bijvoorbeeld. United ontslaat de trainer, maar heeft niet meteen een opvolger. Een paar weken geleden hadden ze misschien meteen Conte kunnen pakken. Ik vind dat ook wel raar, ja. Inderdaad. En het is inderdaad al... Het is niet van de laatste maand dat het minder gaat. Dus eigenlijk al een hele tijd. Dus ze hadden inderdaad toch allemaal... Al Want Solskjaer is nog welke derde en tweede geëindigd. Mm-hmm. Dat wordt soms vergeten. Hè? Maar het is veel te weinig wat ze brengen met deze kwaliteit van spelers. Wie moet hem dan opvolgen? Is Pochettino dan een goed idee? Dat is toch een vreemd gegeven als je weet dat die man gewoon nog onder contract ligt bij Paris Saint-Germain. En we zijn maar eind november. Dat is heel erg vreemd. Op dat niveau gebeuren er wel vaker En ik denk dat Pochettino ook zoiets heeft van ik ben hier wel coach van PSG, maar wat heb ik hier te zeggen? Zou kunnen. Met die drie. Andere kandidaten. Het zou kunnen dat bij Menu met Ronaldo en zo ook het geval is. Andere kandidaten voor de job zijn Wayne Rooney blijkbaar. Die wordt ook genoemd. Ja. Die is coach van Derby County. En Erik ten Hag van Ajax. Maar ik zou Wayne Rooney nog eens een icoon daar zetten. En net deze ervaring gehad met Solskjaer. Ja, maar dat ze achter ten Hag gaan, dat vind ik niet vreemd. Hè? Ja. Zoals we Ajax al zien spelen hebben in de Champions League nu ook de laatste jaar. En ook voordien met Ten Hag, waarbij ook vraagtekens gezet werden. Maar die heeft wel laten zien van een geweldige coach. Rio Ferdinand noemt hij ook al lang. Ook een ex-icoon van Menu zegt al lang van ze moeten achter Ten Hag gaan. We gaan dus eerst zien wie de interim coach wordt zeker. Dat is blijkbaar het procedé dat ze gaan volgen. Ja. Goed, we zijn alweer bijna door onze tijd heen. Maar één ding moeten we natuurlijk nog doen. Dat is onze glazen bol bovenhalen. Prono. Want u weet het, op prono.pix.be kunt u gaan kijken en uw voorspellingen doen voor alle Champions League wedstrijden van deze week. Mooie prijzen te winnen van de PlayStation 5 tot wedstrijdtickets en zo verder en zo voort. Chelsea-Juventus, Wim, ik begin bij jou, want jij gaat die wedstrijd becommentariëren. Ja, 1-0. Denk ik dan. Ja, één wedstrijd werd gewonnen met dezelfde cijfers door Juventus. Juventus is al geplaatst. En Chelsea heeft spieken op mijn blad. Ja, als ze winnen of gelijk spelen, zijn ze ook geplaatst. Ja. Maar Juve in die thuiswedstrijd zonder Morata en zonder Dybala. Hè, waar Chiesa en Bernardeschi voorin speelden. En waar Chelsea de hele wedstrijd domineerde. En Juve speelde alsof ze buitenhuis speelden. Op zijn Italiaans. Maar wel wonnen uiteindelijk. Okay, Lukaku werd geweldig uit de wedstrijd gehouden. Maar sedert hij er niet is, scoren ze wel weer heel makkelijk. Op een, maar jij zegt dus dat ze maar één keer gaan scoren tegen Juventus. Wat is jouw pronostiek? 2-0 dan. Hè? 2-0 dan? Okay, en dan pakken we er nog een laatste match. Ze gaan geen goal pakken, want ze hebben er nog maar 4 in de eigen competitie. En Mendy blijft dus onvoorstelbaar. Die nemen, dat is toch wel de kracht van die ploeg. Ja. Dat heeft Tuchel toch wel heel snel voor elkaar gekregen. We pakken er nog een laatste match bij. Dat is Sporting Club de Portugal tegen Dortmund. Dat is een topper in groep C. Tweede plaats staat er op het spel. Ajax al zeker met 12 punten. En Dortmund zag er goed uit, maar ze hebben nu 2 keer verloren natuurlijk. Ja, want Amorim zei 2 wedstrijden geleden van we gaan nog voor de kwalificatie toen ze 0 punten hadden en ze naar Beşiktaş moesten. Maar dankzij Ajax, dat Dortmund 2 keer klopte, is Sporting er nog. Maar gelijkspelletje. All right, hoeveel? Veel goals? 2-2.
Ja, zonder ja. Haaland nog altijd. Ja, maar he. Toch 2-2. De drie ja. Belgen die stonden afgelopen weekend wel... 1-2. In de ploeg. Okay. 1-2, Dortmund wint. Ja. All right, goed. Ça va. Belgen, hè? Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Hoe meer Belgen in die volgende ronde, hoe beter. Goed, mannen, daar gaan we het bij laten, want onze tijd zit er alweer op. Dankjewel, Wim de Koning. Graag gedaan. En Frankie van der Elst. En ik zou zeggen, heel veel plezier gewenst met de Champions League deze week. En wat u thuis betreft, beste luisteraar. Ja, u kunt alle wedstrijden, ik herhaal het nog eens, ik maak nog eens reclame, gewoon zien bij ons, bij Pix Plus Sports. Dus tune maar in, zou ik zeggen. Fijne dag nog en tot binnenkort.